videoclip bij jouw nieuwe single, Promise Q. Complimenten, hij is geniaal. Hoe kwam je er zo op? Rustig gewoon. Ik probeer altijd... Videoclips zijn voor mij gewoon een excuus om mij te amuseren, om goede vrienden of vriendinnen mee te pakken naar een exotisch decor en iets raar en mooi te doen. Dus. Zwitserse alven? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is toch mooi? Zo. Ik wou eigenlijk zo'n tribute doen aan Heino, die Duitse artiest. Ben buitengewoon goed ingeslaagd. Ja, dank je. Even voor de mensen die het nog niet hebben gezien, dan zit dan inderdaad als een soort Heino met allerlei Tiroler meisjes met blonde staartjes zijn nummer te performen. En dat doet hij bijzonder vermakelijk. Wat ik mij nou afvraag, hoe komt het toch dat een credible artiest, want dat ben je toch absoluut wel in België, zoiets leuks, grappigs kan maken, terwijl dat in Nederland nooit wordt gedaan door credible artiesten. Hebben we Huub van der Lubbe wel eens een keer met een Tiroler muts gezien? Of Dinant Woesthof? Nee, hè? Hoe zou dat toch komen? Zit dat in de cultuur bij jullie, dat kan? Ik denk in België heerst er een soort nonsenscultuur, een soort van extreme zelfrelativering, een soort van fuck it all. Zo van, we hebben toch geen cultuur, we hebben toch geen... je moet gewoon de architectuur in Nederland vergelijken met de architectuur in België. In België heb je alle mogelijke villa's naast elkaar met erachter duivenkoten. Iedereen bouwt huisjes voor zijn duiven en een klein huisje voor zijn auto en dan nog een huisje voor de grasmachine en zo. En in muziek is dat hetzelfde. Dus gewoon alles mag, alles kan. Juist omdat er geen dwingende van overheid opgelegde cultuur is ofzo. Ja, want hier hebben we de welstandscommissie en die zegt dan dat mag niet. En dat hebben we in Nederland blijkbaar. Hè? Als jullie een probleem hebben in Holland, dan maken jullie daar een praatgroep over. Als wij in België een probleem hebben, dan is er geen praatgroep, dan is er geen discussiegroep, dan is er geen comité, geen overkoepelend orgaan dat daarover wil discussiëren. En zo is het ook in de muziek zo van. Als je gewoon echt freaky muziek maakt, dan gaat niemand daarover een comité stichten van, ja, laten we erover praten. Nee, fuck it all. Pragmatisme heet dat. Ja, ja. Anton, had jij nog een vraag voor Dan? Ja, ik heb de slotvraag. Jij hebt de slotvraag. Ik heb iets anders. Jouw albums zijn bijzonder eclectisch. Speel jij graag met de luisteraar? Ja, ja, ik speel graag met... Ook met mensen die niet naar mij luisteren. Nee, omdat... Het ergste wat mij zou kunnen overkomen is dat mensen een vastgepind beeld hebben. Zo van, ja, die Daan die is zo of zo. En dat wil ik zelf niet meemaken. En ik wil ook niet dat andere mensen dat meemaken. En daarmee dat ik zoveel mogelijk verschillende gedaantes aannem. En dat houdt gewoon mezelf wakker. Ik begreep dat jij gezegd zou hebben dat hoe meer succes je hebt in Vlaanderen, hoe gekkere muziek je wil gaan maken. Klopt dat? Ja. Maar het is gewoon, als je in een casino zit en je hebt winst, dan kun je twee dingen doen. Ofwel ga je naar de balie en je casht je jetons in. Ofwel zet je alles terug in. En wat ik muzikaal probeer te doen, is gewoon alles direct terug op de tafel. Allee, hoe meer mensen dat staan te applaudisseren van wauw, fantastisch. Hoe meer ik alles terug inzet. Zo, van, zo blijft het spannend voor mij. Ik ga dan tot slot nog eventjes houden aan een belofte die hij mij heeft gedaan. Die is hij waarschijnlijk al vergeten. We hebben elkaar ooit gesproken voor de radio. Kan je het je nog herinneren? Vaag. Toen hebben we het over Duitsstalige muziek gehad. Weet je dat ook nog? Does it ring a bell? No, not really, no. Toen heb je toegezegd dat ik op jouw nieuwe album een stukje de Duits mag komen zingen. Ja. Je hebt toen ook gezongen op de radio. Weet je wat ik zei? Je hebt een stuk van Genie of van Falco helemaal. Ja, natuurlijk. Ah, jij was daar. Okay. Dat was ik. Het is koud, we moesten weg hier komen. Okay. Dankjewel, Daan. Dat was Daan, die treedt hier vanavond ook nog op in de grote zaal van Paradiso tijdens de derde Nightlife Access Award. Ik kijk even naar producent Duncan Eilander en wij.